Het Nut van Nederland is een bijzonder programma. Bij ons worden de mensen uitgedaagd om te laten zien hoe ze van algemeen nut kunnen zijn en bijdragen aan een gezonde maatschappij. Bij het Nut van Nederland Kids geven we de kans aan de jeugd. Hoe kun je van jongs af aan al van nut zijn voor Nederland? Want niemand wil een nutteloos kind, toch? Welkom bij het Nut van Nederland Kids. This was my winning drawing. It's my school. As you can see on the drawing, in front of the school there are two signs. The drama and music lessons in my school are now replaced by lessons in usefulness and etiquette. Yes! Okay. Heb je hem, Twan? Wacht maar goed. We doen even een instart. Klaar voor? Ja? Hartelijk welkom bij het Nut van Nederland Kids. Vandaag geen vlog van Billy, daar is ze, maar een reportage. Want op deze koude ochtend mag ik Billy verrassen met haar deelname aan het Nut van Nederland Kids. Gaan jullie mee? Van alleen van links. Je weet wat er met de vorige cameraman gebeurd is. Oh. Ja. Okay. Dag Billy. Hi. Je bent zeker wel verrast mij hier te zien. Ja. Hoe is dat zo in het echt? Leuk. Ja, en wat denk je dat ik kom doen? Ik mag je feliciteren met je deelname aan het Nut van Nederland Kids. Ja! Yeah! Yeah! Even stoppen nu, hè? Dit is natuurlijk belachelijk overdreven, dit enthousiaste geschreeuw. Even voor de duidelijkheid, gaan we nog een keer doen. Minder enthousiast, gewoon even normaal reageren als echte Nederlanders. Luister goed, je hebt een hele leuke tekening ingeleverd. Maar kunnen we even kortsluiten wat voor tekening je gaat inleveren voor je deelname? Gewoon net zo'n tekening. Nee. Dat slaat natuurlijk nergens op, hè? Ja, maar... Wil jij beroemd worden? Ja. Wil jij meedoen? Ja. Begrepen? Oké, mooi. Gaan we nog een keer, Twan? Billy, je bent zeker wel verrast mij hier te zien. Ik ga je feliciteren met je deelname aan het Nut van Nederland Kids. Yay. Nou, Billy is blij en wij zijn ook blij. Willen jullie weten hoe het verder met Billy gaat? Kijk dan weer naar het Nut van Nederland Kids. Twan, kappa, koffie. Wat is dit? After I won the usefulness of the UK, my teachers saw my drawing and they changed the lessons. And now usefulness is really a lesson in my school. I'm so proud to be useful.